Welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag een race dag. En hier komt hij. Ik zie er heel verstrooid uit met mijn lippenstift en mijn vlag. Oké, girls, we zijn hier bij de kapper en ik ga deze voorplukken, helemaal blond maken. Zo voel ik me altijd echt op het lelijkst, maar het eindresultaat is amazing. Mike en ik gaan vandaag 3 jaar. Wij zijn hier bij het conservatorium, waar wij onze allereerste date hadden. Welkom bij weer een nieuwe vlog. With another baby, with Lima. En Lima wordt zo groot. Wat gaan jullie zien in deze vlog? Jullie gaan zien dat ik een weekendje naar Formule 1 ga samen met papa, Mike en schoonpaps. Ik ga iets heel durf doen voor mij doen, want ik heb mijn haar lokken blond geverfd. Ik ga 3 jaar met Mike, dus dat gaan jullie zien in ons anniversary. Woehoe! Dus zijn jullie benieuwd? Blijf abonneren en blijf je duimpje omhoog gooien. Oké, Max Verstappen. Kwalificatiedag. Ik heb een Max Verstappen shirtje aan, afkocht en een gezichtsbril. Rock is ook helemaal in het oranje. Alleen Mike niet. Het is al super druk en het is nu pas 9 uur. Ik had eventjes voor jullie filmen. Moet je kijken, wat een drukte al. Het zijn allemaal mensen al. Het is nu al Madhouse! Welcome! Papsie en ik zijn onderweg. Naar de F1 kwaliteit. Mike en zijn papa zitten er al. We moeten wachten op de oppas. Ze zijn er bijna. We zijn er. In the second sector as well. So from Charles Leclerc in the Ferrari. Misschien is het mooi om nog één keer voor de kwalificatie de wave te laten gaan. De wave gaat weer beginnen. 1.96. En nu op jacht naar die top 15. De minst snelle 5 rijders. Die vallen af na 12 en 13. Die op het rechte stuk hier voor mij. 1.317 en dat is een full second. Dag. We beginnen weer in de bakfiets. Ik en Roek hebben allebei hetzelfde aan. We hebben allebei een, ja, ik noem het nu een racebroekje. En Rocket heeft een polo aan van Red Bull. En ik een jasje. Rocket heeft een vlaggetje gekregen. Hoe mooi, Rock? Hij vindt het heel mooi. Wauw! Rocket! Even wat auto's heen en weer gekregen. Dames en heren, lieve vrienden, zo, we zijn inmiddels weer vertrokken. Hallo allemaal, het is echt veel drukker dan dag 1. Ik ga even de voorkant voor jullie filmen. Even normaal, hè? Going by that Tarzan that time, Dorian Boccolacci lost out. Het gezelschap van de volgende eregasten. Haar koninklijke hoogheid, prinses Margriet. Thank you.
Nicola Latifi on row 10. 72 laps coming up. Daar komen de heren aangereden. Iedereen neemt zijn posities in. Max Verstappen op de pole position. En daarnaast staat Charles Leclerc aan de binnenkant van de Tarzanbocht. En hier is het Nicola Latifi die stilstaat. En de rode lichten die aangaan. En we zijn weg voor 72 ronden. Als deze lichten gedoofd worden. En het is een goede start voor Max Verstappen. De final lap is ingegaan. De Dutch Grand Prix 2022. Hij moet nog een ongeveer half circuit afleggen. Max Verstappen, ja, voor zijn 310 punten. En hier komt hij. Dat was de race! Max heeft gewonnen, zoals we hadden verwacht. En alle mensen gaan nu weer naar huis. En wij gaan ook weer naar huis. Joel loopt erop. Ik ben Mamsie. Allemaal lekker vlees. En lekker salade. En sausjes. Ik zie er heel verstrooid uit met mijn lippenstift. En mijn foundation. En mijn vlag. De Uranusblouse met een geruite broek. En nog steeds mijn oranje sorry's van vollebellen.com. Oké, de F1, Formule 1. Nou, ja, amazing. Als je het gezicht had gezien, hoe leuk ze het vond? Ja, ik wil dus niet zeggen mega fan, maar ik kijk wel altijd met papa naar Formule 1 races. En ik weet er echt wel wat van af. Zeg, ik ben geen expert, dat wil ik niet noemen, maar ik ben wel mega fan. Dus voor mij was dit een ultimate weekendje. Het was mooi weer, gelukkig. Het zou eens regenen. Het was mooi weer en alle mensen waren allemaal in Max Verstappen. Ik ben natuurlijk ook voor Max Verstappen. Het was een heel leuk sfeertje. Zaterdag was er kwalificatie, dus zijn we voor de quali gaan kijken. En zondag was het natuurlijk echt... Is dat echt... wel quali? Nee, zo noem ik het quali. En zondag was het echt de race zelf. En die heeft natuurlijk, voor de mensen die het niet weten, Max heeft die gewonnen. Nou, dat was natuurlijk amazing. Alles was oranje. Mocht hij eigenlijk die bommen niet meenemen, maar goed. Op het einde heeft iedereen die bommen aangestoken. En dit die vlaggetjes. En dan tussendoor wel links, naar rechts. Zoals zelfs vlaggetjes op de wangen. Ja, samen met papa hadden we vlaggetjes ook op zijn wangen. Mike en schoonpap zeiden dat weer niet. Chique man. Ik denk dat papa ook echt een stuk ging aan mij. Maar ik vond het even wel leuk om het alleen met papa te doen. Ja, het is wel van doen we het niet. Nee, dus ga ik volgend jaar. Ik hoop het zeker. Ik ga ook, maar ik ga meer voor de sfeer. Ja, zelfs jij zei van oh mijn god, ik had erbij willen zijn. Gewoon voor de sfeer. Ik ben niet van het race, want ik denk ja, een uur lang naar zo'n race. Ja, maar het is echt leuk. Maar het was zo gezellig en goed geregeld ook. Ik had me wel vergist over hoe snel ze gingen. Ik weet natuurlijk wel snel, maar ik had zoveel pijn in mijn ogen. Want ik zat op de derde rij, dus het was elke keer die wind van die auto. Dat je... Gezondheid, sorry. Moest niet zitten. Daar had ik me wel in vergist. Ja. Onderschat, maar voor de rest, ik vond het geweldig. Een daverend succes. Ja. En dat voor in ons stadje Zandvoort, of een dorpje Zandvoort. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Ik was er met een poep in het reet. En onze plekken, we zaten dus bij de start of bij de finish. Het is net hoe je het bekijkt. Tegenover de paddocks. Ja, alleen niet... dichtbij, hè? Ja, vorig seizoen waren papa en Mike ook. Die waren ze tegenover de paddocks van Max Verstappen. Dus dat is wel wat leuker. We zaten nu tegenover Albon, Vettel. Daar zaten we nu een beetje bij naar te kijken. Ook heel leuk hoor. Maar goed, we zijn natuurlijk Max Verstappen fan. Het was heel leuk om te zien als ze dan in de pits gaan. En hoe snel het dan weer gaat. Je ziet natuurlijk altijd al 2,8 seconden. Het is echt heel knap. Ze maakte wel een goede fout bij de bandenwisseling, maar goed, dat was super stom. Oh. Ik weet alleen dat die race was, even denken. Volgens mij niet. Was het niet die race? Nou, ik heb er niet zo gehoord, maar ja, jij bent erbij geweest. We zijn alweer een tijdje verder natuurlijk. Dus nee, dat was super leuk. Echt waar, ik zou iedereen aanraden om gewoon mee te gaan als je vader dus fan is, want het is super leuk. Of je moeder. Of je moeder. Het is een super leuk uitje om dat samen te doen. Ik draag deze meestal eigenlijk altijd zo. Oh, vind je leuker. Oké, girls, ik zit hier bij de kapper en ik ga deze voorplukken helemaal blond maken. Ik heb altijd mijn haar vast en ik vind mijn haar saai. Ik ga die blond doen, zo. I keep you posted. En ik ga echt een stuk van mijn haar afhalen. Het is namelijk echt zo lang, ik vind het gewoon niet meer leuk. Dus, before en dan heb ik zo de after. We gaan het wassen. Nou, het is blond, girls. Ik ben echt benieuwd. Tadaa! Hoe leuk! Ik ga nu even knippen.
mijn lange haren. Ook even leuk in model brengen. Eda, ik vind die al leuk. Woehoe! Nou, hoe wereldig ben ik? Oh, wat erg. Straks mooi, is mijn haar helemaal mooi gefijnd. Blonde voorpluk. Love it. En ik dacht natuurlijk de Reiners blouse en de nieuwste sportlegging girls. Met Reiners on the side. Dat hier zo het eindresultaat zie. Zo voel ik me altijd echt op het lelijkst. Met al die rollen in je haar. Maar het eindresultaat is amazing. Tada! Hoe enig. Ik vind het heel leuk. Magic. Wat leuk. Blani. Kijk nou, wat enig. En natuurlijk zo met mijn leuke make-up. Enig. Love it. Marie, je haar. Yes. Marie werd wakker en die dacht, nee, ik denk dat ik weet hoe het komt. Jullie vinden me allemaal irritant, omdat ik Marie altijd onderbreek, maar goed. Omdat je heel lang zwanger bent geweest en je niks kon doen. Geen tatoeages, nee, geen piercings. Mijn haar niet. Ik denk, En ik had heel lang haar. Ja, niks tegen lang haar, maar ik vind dan als je dan twee kinderen hebt en je hebt lang haar tot je billen en je gaat opeens omdraaien, dat je denkt, ik lijk heel jong kind. Nee, ik vond het helemaal niet meer. Dat vind ik dan weer niet. Nee. Ik vond het gewoon te dood, dus ik vind het mooier als het gewoon en nu heb ik gewoon echt even lang haar gedaan. Ja, en ik heb blonde plukken. Mijn inspo was Dua Lipa. Die had dat ook altijd. Dua. Ik weet niet of ze nog steeds heeft. En ze is net wakker. Nee, ze heeft het niet. En ik heb alleen maar voorlokken. Dus stel ik ben het zat, hoef ik alleen mijn voorkant uit te laten groeien. En dan is het klaar. Maar tot nu toe vind ik het echt enig. Omdat ik gewoon altijd mijn haar vast heb. Dan heb ik wat speelser in mijn gezicht. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik vind het ook echt bij jou passen. Alleen ik mis nog wel echt je eyeliner. De wing. Ja, de wing. En ik heb mijn haar vast. Dat doe ik echt nooit. Maar ik ga morgen weer naar de kapper om ze te laten feunen. En dat doen we eigenlijk allebei. La Ambiance laat het feunen. Je hebt dit keer ook gekleurd bij La Ambiance. In Zandvoort ook. In Zandvoort. Dus dat is eigenlijk ons vaste kappertje. Vaste en moet je even kijken. Want ik weet dat ik er zeker vraag. We hebben ook onze nagels laten doen. We hebben ons nagels laten doen. Ik heb dus Rock staan. Met Ster. En mij met een hartje. En het heeft Chichi Niels. Ja, Kiara heeft dat bij ons gedaan. Kiara heeft het bij ons gedaan. We zijn natuurlijk altijd van de lange nagels, girls. Dus dit is echt horror eigenlijk. Mamlijf. Nee, ook niet mamlijf. Ik kan ook met lange nagels mee omgaan. Maar dit is wel functioneel of zo. Ja, het staat ook wat netter. Maar goed. Dus ik heb wel een beetje een uitgedaagd printje gedaan. En ik moet zeggen, ik vind hem niet vreselijk. Ik vind het nog echt wel leuk. Helemaal straks gaat groeien natuurlijk. Dan met die bia. Oh, een beetje misselijk. Nee. Lima vind je het ook niet mooi. Nee. Mijn lange nagels. Maar ik moet zeggen, ik vind het wit en die van vakantie. Ik vind het wel echt enig gedaan zo met Mike en Rock. Dus ik ben wel weer helemaal mij. Dat dan weer wel. Ja. En het is niet zoals een nagellakje wat er dan weer in 2 dagen weer afgaat. Nee, dat blijft echt gewoon lekker lang zitten. En het is meer gezond. Oh ja, Julie, wil jij nu ook weer blond? Zeker. Ik wil mijn blonde plukjes, die zaten ook weer tot hier. Die zitten nu al helemaal tot hier. Ja. Dus dat ga ik eigenlijk na de vakantie, ga ik het weer allemaal een beetje... Of het wordt wel wat lichter door de vakantie weer. Vroeger had ik citroen in mijn haar en dan ging ik in de zon zitten. Maar het schijnt heel slecht te zijn, maar goed. Ga ik het denk ik alsnog doen. Mike en ik gaan vandaag 3 jaar. Dus we gaan even een dagje Amsterdam. En we hebben ons helemaal leuk aangekleed. Hebben ons best gedaan. Ik ga het voor jullie filmen. Ga hoor, je te heel. Nee, vind ik goed. Ik heb de Reiners zipperpoeder aan met pants. Tas van Balenciaga Gucci en Yeezys. En mijn liefde die heeft een Gap. Vetter aan. Yeezy, engineered by Balenciaga. Balenciaga Sunny's, Carhartt. Broek en Balenciaga boots. Wij zitten nu gezellig bij George. Oh, heel slecht licht. Zo is beter. Op de pc. Ik zit lekker aan een gemberteentje. Ga even lekker lunchen. En dan gaan we zo weer verder winkelen. Wij zijn nu bij het conservatorium. Waar wij onze allereerste date hadden. Hè, schatje? Een heerlijke cocktail. En dit is echt altijd echt een prachtig gebouw. Hier hebben we ook eigenlijk onze eerste Valentijn gevierd. Alles voordat we Rockje hadden. Alweer 3 jaar samen met Mike. Together. Together. Nou, het is eigenlijk helemaal niet lang. Voor mijn gevoel is het veel langer. Maar ik ken hem natuurlijk al veel langer. Maar het was hartstikke leuk. Ik heb een super mooi cadeau gekregen. Deze heb ik van Mike gekregen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus jullie al opeens heel vaak voorbij zien komen. Want ik vind hem echt heel mooi. Ook bij het knitwerk staat echt gewoon heel goed. Ja, en heb ik voor Mike bij Concrete een beerbrick gekocht. Van NASA, een hele grote. Heb je niet gefilmd? Nee, die krijgen we nog binnen. En alweer 3 jaar. Ja, time flies. Ups en downs. Ups en downs hoor. Het is niet altijd het perfecte plaatje. Maar nog steeds zijn we super gek op elkaar. En corona, baby, noem alles maar op. En we staan nog steeds sterk. Dus ja, chapeau. En dan gaan we eigenlijk altijd een dagje naar Amsterdam. Vinden wij dan wel leuk. Mike heeft altijd in Amsterdam gewoond. Dus die vindt het dan wel weer leuk om daar ook weer heen te gaan. Leuk winkelen. Dus we hebben even leuk gewinkeld. Even gegeten bij... Zoon is toch? Nee, ik ging lunchen. Maar ik heb vorige week zijn we voor een tweede keer gegaan. Oh, ja. Want we hebben eerst geluncht met George bij Amsterdam geweest. En zijn later nog een keer terug gaan naar Bed Sitchonies gegeten. Oh, ja. Dus het was super gezellig. Even quality time. Even quality time. Dat plannen wij sowieso wel vaak in. Klopt. Want hoe lang ben jij nu met jij? 13 jaar. 13 jaar.
Gewoon bijna de helft van mijn leeftijd. Ja, bizar. Dus nee, dus ik en Mike pennen dat altijd eigenlijk wel in. Oké. Het is vandaag weer another day. En wij gaan bijna op vakantie. Lima wordt al zo groot. Ik weet niet of je dit ding leuk vindt. Of het niet leuk vindt. Oh, yes, petitje. Hallo. En het mooie is, nou het mooie, we zijn helemaal niet blij met onze vloer. Misschien weten jullie dat al. En we hebben nu geregeld dat onze schoonpaps en mams onze huis open doen. En we krijgen een hele nieuwe vloer. Jawel, zodra wij op vakantie zijn. Dus we hoeven niet met onze kindjes te wikken en wegen wat we nou moeten doen. En dat we niet thuis hoeven te zijn. Wordt gewoon gedaan wanneer we op vakantie zijn. Dus dat is echt top. We krijgen een hele mooie Hongaarse vloer. PVC, licht eiken. Ik ga het hele huis flink veranderen, maar wel echt veel huiselijker. En we krijgen ook eindelijk troep met de kinderen. Hier onze deur wordt eindelijk geleverd. Met hele mooie latjes, helemaal hoe we het willen. Met twin doors. Ik ben zo blij mee. Die krijgen we ook na de vakantie. Dus dan is ons huis bijna compleet. Nou, ik wil niet zeggen bijna. We moeten echt een beetje nog planten. Bij Jasmijn ben ik gaan regelen. Nog kunstwerk. We gaan Mike maken. En dan is ons huis helemaal ready. Ik heb behang nog voor de gang. Die maar de kamer gaan we doen. Oh. Genoeg te doen. Met mijn meisjes boodschappen doen. Jij wil altijd een bloemetje plukken. Ja. Eén bloemetje. Ik krijg er helemaal doorheen. Ja, eentje. Mama. Oh, we ook even mama. Goed zo. Wat is je mama deze? Mooi. Ruikt het lekker? Mama. Ja, ook even ruiken. Lekker hoor, Livia. Met mijn meisjes boodschappen doen. Sorry, ik was even afgeleid. Yes, ja, auto. Daar mag je niet op, hè? Nee, nee. Nee, nee. Gaat ze nou wegrennen van mij? Marie, waarom willen jullie een nieuwe vloer? Nou, we hebben beton op onze vloer gedaan. Het is ten eerste een hele lichte kleur. Hij was veel te licht uitgesampeld. Dus en je ziet alles erop. Elke kras zie je maar. Niet op die van mij trouwens. Die is door een hele goede partij gedaan. We hebben niet dezelfde partij, om dat even duidelijk te maken. Ja. Dus we zijn er helemaal niet blij mee. Het bedrijf reageert niet meer, dus top. Maar goed, het is nu doen wij PVC in Hongaars punt. Geen vissegraat. Dat vind ik zelf niet zo leuk. Mag natuurlijk in deze eigen ding. Maar Hongaars punt is eigenlijk gewoon zo punten. En vissegraat loopt zo. Dus dit is wat rustiger. Heel goed uitgelegd. Ja. Het is wat rustiger, meer een beetje misonepint, wat ik heel erg mooi vind. En dat wordt dus gedaan terwijl wij op vakantie zijn. Dus we hoeven niet met de kiddo's een andere slaapplek, want het duurt toch wel 5 dagen. Je mag er even niet lopen. Al je meubels moeten weg, de bank moet verhuisd worden. Dus dat gaan wij nog even leuk doen. Voordat we op vakantie gaan. Ja, want dat ga je eigenlijk ook in de volgende weekvlog zien. Ja, wij gaan op vakantie. De voorbereidingen. Sjoe gaat nog even haar koffer laten zien met zijn kofferpak. De vakantie, het huis, eigenlijk alles omtrent vakantie. We hebben gewoon mensen in ons huis zitten eigenlijk. Marie, ja, het wordt vroeger gedaan elke vloer dag. Gedaan. Er zijn al mensen verhuurd, dus dat is super handig. Ja, ook voor de hondjes natuurlijk. Ook voor de oppassers, ja. Dus dat ga je waarschijnlijk zien over de vlog over 2 à 3 weken. Dat onze vakantievlog. Ja, met alle kiddo's. Ik denk dat het voornamelijkste is. Ja. Gaan jullie namelijk plat gooien met alle beelden die we maken. En wij hebben al, als je hier ziet, een cover mee met de Nielsen collectie voor de zomer. Dat gaan we er ook shooten, dus dat zullen we filmen. Ik ga niet meteen posten, maar dan kunnen we het eigenlijk later hoe we alles stylen. Ja. Hoe we alles voor jullie doen. Oké, okay, dat was het, hè? En als jullie ook nog leuke ideeën hebben voor de Nielsen wintercollectie, sieraden, et cetera, wat jullie missen. Let us know, want daar zijn wij nu mee bezig. Ook heel druk mee bezig. Nieuwe collectie. Dat kan ook bij mij aan de borst. Ja, daar heb ik ook trouwens heel veel vragen over. Ik geef nog steeds borstvoeding. Ik vraag me niet waarom. Het is gewoon er zo in. Lekker makkelijk, toch? Nou, lekker makkelijk ik schaam me niet voor. Ik vind het makkelijk. Na de vakantie stop ik er misschien mee, want het is nu 1,5. Maar ik zou gewoon zeggen, doe gewoon lekker wat je zelf wilt. Ja. En dat was het einde van deze vlog. Mwah. Love. Bye. Ja, ja.